Yes, it is still a mess, but what I'm planning to do to get the doors exactly at the same line. The big life jacket test. That works. Just the capsule with the CO2 or whatever it is to blow it up automatically is empty. So we need to find a new one. No, it is good. That one's good? Yeah. Alright. Help! I hate it. But I love you. Nou, is wel goed, denk ik. Yeah. We can go overboard safely now. So, for some reason there's a zipper and it's an automatic thing. So if you don't open the zipper and you use the automatic blow thing, what then? So we're gonna try it. maybe we didn't see something. We need to test it anyway. So Anya's gonna try to. 1, 2, 15. Doesn't even work. This is weird. Hij zou rood moeten zijn, dus groen. Ja, dit is green. Ja, nou niet meer, maar. Ja, very nice stuff. Ik heb eraan getrokken, maar hij blaast niet op. Dit is ook nog steeds groen. Kijk. Oké. Dan zou je het dus los moeten maken. Ja. Dit eruit zo. Ja. Dan zou je hier aan een touwtje moeten trekken. Oh, go ahead. 1, 2, 3. En dat is groen en dit is groen, dus die zou goed moeten zijn. Oké. 1, 2. Misschien moet je de capsule vasthouden. Ja, dat doet het dus nog. Het is koud. It works, yeah. Now you can throw it away. Wat? It looks good on you. Oké. Stinkt. Oh. Ik had een fluit. I think we can throw this away. Anya, where is the spaghetti? You zoek zelf maar. I think I know. I found it! Yes, it is still a mess, but everything is connected now, all the electronic stuff. And the only thing I need to do is meet it up. Is that even English? All the old cables are gone. I just have to remove this bus bar. I already bought new ones. For the bigger currents, we still use these older breakers. They're okay. Most of the electronic gear, they have those glass fuses and they don't really need another fuse. They're way too big anyway. So they have their own glass fuse and they run through those switches, which can handle 16 ampere. So that's more than enough. Snap je het nou nog? Nou, het is niet zozeer snappen. Al die draden moet ik volgen. Ja. Naar de apparaten was naartoe gaan. Maar er zitten bijvoorbeeld voor de Navtex, zitten zekeringen van de Navtex. En er zitten er nog twee draden die ergens heel anders heen gaan. Ergens in de kast verdwijnen daar. Dus ik heb geen flauw idee waar ze van zijn. Maar hij komt er wel uit, maar het is gewoon zoeken. Kijk. Ja, dat is een beetje chaos, hè? Ja. Ja, dit is al nieuw. Dus dat moet ik allemaal nog aan elkaar vastmaken. Dan wordt het netjes, maar dan moet ik eerst alles af hebben, want anders blijf ik bezig. As you can see in the background, I broke down everything I already made for the enclosure, for the electric stuff. Because it didn't work out. It was a mess, it was irregular shapes, it was not nice. So what I'm gonna do now is replace this hole to there. So I'm gonna cut it out with the multi-tool. And so I can move this, all this inside, because I want to make the side of the enclosure over here. So it's going to be one shape and not all kinds of different shapes. I'm going to make two doors over here, and here we're going to do something like this, rolling curtains. So the whole thing is going to be a little bit thicker than I first planned, but I think this is way better.
one step further. So here's gonna be the shoes and some other stuff, like the big flashlight and the handheld VHF. And here are gonna be two doors. I made one door, and the only thing I need to do is sew this in half. What I'm planning to do to get the doors exactly at the same line is first attach the hinges on both sides and then sew it in half. So the doors should be exactly in line with each other. So what's happening over here? Anya is gonna paint the anchor chain. So we did already tape every 5 and 10 meters. She's gonna paint it now, like the other chain. This is 80 meters. Gaat goed, schat. Nou ja, het komt allemaal niet zo krap, dus dat is wel fijn. Ja. Ik ben niet echt tevreden over mezelf, zeg maar. Nou, weet je, eigenlijk heb ik hier nog gezien. Dat was me nog niet opgevallen. Inderdaad, ik moet echt in dat vak voor de motorruimte. Ja, ik denk dat het wel ergens is. Ja, dus inderdaad, dat hoopt gewoon leeg. Ja. Oh. Dat is wat. Ja, dat is zeker wat. Ja, ik ben blij dat de pomp niet is. De beeld staat vol met water, dus ja. We hebben duidelijk een lekkage. Maar de pomp doet... Hier en hier. Die handpomp doet het nog, toch? Nou ja, eerst de oorzaak zien te ontdekken. En dan moeten we even ons schuurtje leeg halen. Ah. Dat is wel erg. Oh, dat is erg. Ja, hij is min of meer leeg. Volgens mij baal jij. Zo. Ja, ik zit in een probleem. Op een of andere manier levert hij te veel druk. Als die pomp druk opgebouwd heeft, dan moet hij op een gegeven moment afslaan. Er zit een pressure switch. Als de druk te hoog wordt, dan schakelt hij de pomp uit. Maar op de een of andere manier blijft hij lopen. Dus ik zit te kijken of ik nu iets kan vinden over hoe ik die pressure switch precies op de juiste druk moet zetten. Ik moet hem in elk geval verlagen, dus ik zit nu te kijken hoe ik hem zo ver mogelijk kan verlagen. Of dat indraaien of uitdraaien. Ik denk uitdraaien. Ja, want alle slangen springen er gewoon af. Ja, het is gewoon boom. Het is echt de een naar de ander. Bende hier. Hier is een slang afgesprongen. En dat zit dus in de beeld. En... Hier is er ook een slang afgesprongen, dus alles is zeiknat. Ook de beeldstaf vol. Ja, en dan nog hopen dat de elektriciteit een kortsluiting krijgt, denk ik. Of, als er kortsluiting was geweest, dan hadden de zekeringen eruit gevlogen. En dat is niet het geval. Maar we hebben niks aan staan, toch? Oh, wacht, hier wel, natuurlijk. Ja. Hè, wat stom. Tadaa. Ik vrees al voor onze kachel. We hebben nog licht vanavond en een kachel. Ja, in principe doet alles het nog. Ik ben de hele dag mee bezig, man. En we zijn zo goed bezig. Ik ben alles aan het uitzoeken. Ik heb alle schroefjes uitgezocht. Alles zit keurig in bakjes. Gereedschapskist uitgezocht. We zijn hartstikke goed bezig, man. Dit schiet niet op, hè? Nee. Bilge pumps. Zo. Yes. It looks a little unhandy. I made some wooden brackets to put into the bilges because the bilges are this narrow. So the bilge pump doesn't fit. So just the upper side of the keel, it goes like this. And I put those in between. So I can put the pump on here. Then I just can click it loose and fit it again without any problem. So I made those wooden brackets and actually glued them together with epoxy, also to protect the wood when it gets wet. And I think I need to stay like this a few hours till it's hardened out. Ta-da! There they are. So now I need to let the epoxy harden out and then I can fit the pumps. So this is one of the automatic bilge pumps. It's a Seaflow, as you can see. As far as I know, it's from the same group as Yapsco. It says 750 gallons per hour. Should be enough. It's easy to open. Ta-da! As you can see, it has a float. When the water is coming up, the float will go with it, and then the pump goes on. When it has pumped away enough water, it goes down
click and then the pump switches off. So there's three cables. Black is ground, of course. And then you have the plus, the brown one. If you connect these two, the pump will start running. And when you connect this one instead of the brown, the pump only starts running when the floater goes up. So for both pumps, I need a possibility to switch off everything, but also to switch them on separately. I have two switches left on the first row, that is over here. And I need a 5 or 6 ampere fuse, which is over here. So I'm gonna connect the two switches to this one, but also the white and brown wires for the automatic. And they go directly to the pump, and the other two go to the switches. So I can turn on the pumps, and I can just leave them on automatic, but I can switch up everything with that fuse breaker.